Dit is een foto van een maquette. En die maquettes die bouw ik van heel simpel grijs karton. Die fotografeer ik dan thuis in de huiskamer, gewoon met een paar schemerlampen. En die foto's die druk ik vervolgens af op tekenpapier. En daarna ga ik er tekeningen overheen maken. Dit is ook weer een betekende foto. Ik maak eigenlijk altijd tekeningen op foto's. Maar bij dit werk heb ik een foto van een bestaande ruimte genomen. Een trap dus. En heb ik daar overheen getekend. Het was een trap in een kantoorpand. En ik heb met dit werk eigenlijk geprobeerd om het kantoor weer terug te tekenen in het pand. Het was een leegstaand pand. Dit is een foto die heb ik gemaakt in hetzelfde pand. En wat ik wel interessant vond aan deze foto is dat het eigenlijk al heel erg tekenachtig is zonder dat ik er wat aan gedaan had. Bijvoorbeeld hier op die vloer, nou, is hier zo'n hele heftige vochtvlek en allemaal kleine voetstapjes. En dat maakt voor mij zo'n foto dan al heel interessant. Al die kleine sporen die je er, nou ja, in kan zien. Ja, ze hebben hier eigenlijk alleen maar hele kleine dingetjes bij getekend. Dit is weer een tekening op een foto die ik heb gemaakt van een maquette die ik zelf heb gebouwd. En wat ik wel leuk vind hieraan is dat die hele graffiti muur die je hier ziet, die heb ik al getekend op de maquette. Dus ik heb eigenlijk een heel klein graffiti muurtje getekend. En ik vind het heel leuk dat er op die manier heel veel lagen ontstaan in mijn tekening. Wat volgens mij heel verwarrend werkt, omdat je niet meer weet of alle ingrepen door mij zijn gedaan of dat ze echt in die ruimte waren. Voor mij ontstaat zo'n heel gelaagd werk. Dit werk heb ik gemaakt van dezelfde maquette als die andere met die twee bierkratjes erin. Nou, hierbij heb ik eigenlijk een beetje uitgezoomd. Ik sta hier dan een foto gemaakt vanuit, niet de ruimte met die graffiti muur, maar de ruimte daarnaast. En ook op een ander tijdstip. En je ziet ook dat in die andere ruimte stonden hier bierkratjes en flesjes. En die zijn inmiddels verhuisd naar de prullenbak. Zo ontstaat een beetje een verhaal dat tussen twee werken doorloopt. Thank you.
Ja, graffiti muren vind ik heel interessant, omdat het eigenlijk ook al gewoon hele mooie tekeningen zijn die je gewoon overal in het wild tegenkomt. Die foto's van lege ruimtes vormen eigenlijk het canvas voor mijn tekeningen. Met die tekeningen probeer ik dan te laten zien wat er op zo'n plek is gebeurd of had gebeurd kunnen zijn of misschien in de toekomst nog gaat gebeuren. Voor een project in Delft heb ik een hele serie muurtekeningen gemaakt. En die muurtekeningen waren geïnspireerd eigenlijk op de soort grijzige vormen die je daar overal op de muur zag. Want het was een oud kantoorpand. Overal zag je plekken waar schilderijen hadden gehangen en kasten hadden gestaan. Daar heb ik die tekeningen eigenlijk op gebaseerd. Dus ik heb die vormen nou, eigenlijk heel erg uitgebreid. Dus ik heb allerlei andere vormen daarbij getekend van computers die er hebben gestaan, stoelen, tafels, noem maar op. Ik laat mijn foto's altijd printen bij een fotolab. Nou, daar drukken ze het met hele goede UV-bestendige inkt. Dus als het goed is, zien ze er over 10 jaar nog net zo goed uit als nu. Ik laat mijn werk, als ik het exposeer, eigenlijk nooit inlijsten. Ten eerste omdat het te duur is voor mij om al die lijsten te betalen. Maar ook omdat ik vind dat er zo'n glasplaat voor je werk heel erg afstand schept tot je werk. Nou, omdat mijn werk heel gedetailleerd is, vind ik het eigenlijk mooi als je er heel erg met je neus bovenop kan staan. Ik plak ook dingetjes op mijn werk, draadjes en stukjes papier. Op het moment dat je er geen lijst omheen doet, dan kun je ook, nou, kun je dat veel beter zien. Omdat je dan ook schuin voor of schuin op het werk kan kijken, waardoor je die hoogteverschillen dan ook kunt zien. Information is available about.